gedaan. Hoi, welkom bij Shoppen met een Stylist 2. Ik ga vandaag weer shoppen met styliste Edith. Een paar maanden geleden hebben we dit gedaan. Dit was eigenlijk voor de zomerperiode. En natuurlijk de allereerste keer. Onlangs zat ik weer met Edith en toen dacht ik, ja, ik wil echt nog heel graag een deel 2 opnemen voor het najaar. Dat ik straks niet alleen maar jeans en truien ga dragen, lekker makkelijk, gimpen eronder. Maar dat ik ook voor het najaar wat meer snap wat er allemaal mogelijk is. Er zijn ook nog een heleboel winkels waar we de vorige keer niet zijn geweest. Zoals bijvoorbeeld de Zara en de H&M. Mocht je het nog niet weten, Edith is styliste en Edith is een in-betweenie, zoals zij dat noemt. De term curvy wordt ook heel vaak gebruikt. Ik merk dat ik daar nog niet helemaal uit ben. Ja, wat zeg ik nou? Maar zij valt een beetje tussen de confectiematen, dus de gewone maten en de plus-size maten in. Waardoor ze dus heel creatief is met kleding en heel anders naar kleding kijkt. Zij shopt overal en dat leert ze mij dus nu ook. Dus wat ook als je maat 42, 44, 46, eventueel ook 48 hebt. En dat is dus ook wat Edith leert. Dat je niet naar de maat moet kijken, maar naar de vorm. Shop the shape, not the size, is wat ze altijd zegt. Ik heb de vorige keer al ontzettend veel geleerd van Edith. En ik ben heel benieuwd of ik het ook ga merken als ik zo meteen met haar ga winkelen. En natuurlijk wat voor tips ze nog meer heeft, zeker ook voor het najaar. Ik ga zo weer naar Den Haag. Ik ga de trein pakken. De vorige keer waren we ook in Den Haag. Ik vond het eigenlijk heel goed bevallen. En Edith woont in Den Haag, dus we gaan daar lekker winkelen. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van mijn video's met Edith. Maar natuurlijk ook de andere video's die ik upload via de rode abonneren knop. Onder dit scherm. Let's go. Nou ja, dit is trouwens de lipstick die ik op heb. Platinum Blond van Hollywood Lips van Charlotte Tilbury. Goedemorgen! Ja, dit heb ik natuurlijk gezien van de Primark. Dit superleuke pak. En meteen on trend, hè? Heel leuk. Animal print. Ja, waar was dit topje ook alweer van? Kostas. Heel leuk. En? Vintage. Ja. Een Gucci. Een vintage Gucci. Ja, en helemaal 70s. Dat wilde ik gelijk even showen. Het is gewoon een gekke mix. Heel leuk. En dat is echt eigenlijk alles voor dit. Ja, ik zou dus nooit denken om rood en oranje bij elkaar te doen. Dan heb je het aan, denk ik, ja. Ik ben momenteel in Den Haag met Edith en ik zit voor deze perfecte roze muur. Ja, ik moest natuurlijk, ik zei het is mooi voor beeld. Hallo, hallo. Ja, en we hebben lekker koffie. Je hebt geen roze muur, nee. Je hebt wel plantjes, ook leuk. Ik doorbespreken wat we allemaal gaan doen vandaag. Er komt natuurlijk ook weer een shoplog. We gaan jullie gewoon gaandeweg weer tips geven. Pashokjes, shoplog zit er natuurlijk ook gewoon in. En verder, als er vragen zijn, laat het vooral weten. En dan gaan we daar dieper op in bij de shoplog. De eerste winkel waar naartoe gaan is de Zara. Die moet nog open gaan. Check even. Slangenprint. Oeh. Ik wil heel graag nog iets met slangenprint. Mooi. Nou, we zijn binnen bij Zara en Edith zegt ze hebben hier zoveel trends. Dus hier de animal trend, hè? Ja. Dierenprint. Wat ik al zei, slangenprint wil ik heel graag hebben. En wat je dus altijd even moet doen, even checken op het kaartje. Je ziet dus, gaat tot XXL. Ja, en ik dacht gelijk, nou ik heb wel een XL nodig omdat de stof helemaal niet stretchy is. Maar als je gewoon even kijkt. Kijk naar die vorm, ja. Hè? Ja. Bij de mouwen. Bij de mouwen. Maar we zien natuurlijk echt dat oversized look. Mm-hmm. Daarom komt hij ook in XXL. Ja. Omdat ook iedereen dan XXL ook kan dragen. Ja. Dus daar gaat het over. Ja. Nou, dit is natuurlijk een hele mooie jurk. Maar ja, dit, zie je waar dit precies op het echte focus ligt? Ja. Ligt precies net onder je. Je hebt je het breedste punt. Ja. En ja, wat wil je dus niet highlighten? Hè, dat. Mm-hmm. Het trucje wat je daar wel kan doen, dat je hem iets korter maakt. Met een riempje. Oh ja. Hier kan hij dan ook blussen. Ja. Dan die ruffle komt eigenlijk. Dat kun je wel. Oh ja, slim. Dan hoger. Ja, want ik zou dit gelijk overslaan hierdoor. Snap ik. Weet je, en dat is een beetje waar ik moeite mee heb met die bepaalde trends. Ook dat je hier, dan heb je die. Ja, dan heb je zo'n enorme. Dat die openvalt. Sexiness. Ja, en dat is gewoon too much skin voor me. Gewoon. Weet je? Ja. Voel ik me nog niet genoeg Ashley Graham voor, zeg maar. Nee. Dus, Edith zegt net, weet je, en Zara kun je ook zoveel inspiratie op doen dat ze heel erg on-trend zijn. Shell print is echt één van de prints die we zien. I love it, hè, zoals ik altijd zeg. Maar dat komt omdat het heel erg dat retro gevoel heeft. Ja, heel retro. En denk aan echte designers. Dit zou een Gucci jurk kunnen zijn. Versace-achtig. Ja. Het heeft allemaal Hermes. Allemaal dat gevoel heeft het eigenlijk. Ja. En daarom vind ik het heel erg gaaf. Normaal stond ik hier echt te janken en te denken, waarom is het in mijn maat? Fuck. En nu denk ik, high five. Hallo. Ja, is toch fantastisch mooi. Heel mooi. En dat wil ik ook jullie, iedereen meegeven. Van, blijf zoeken.
Ja, blijf zoeken. Jullie mogen raden welke tram mijn favoriet is en welk dier mijn favoriet is. Nou, deze hebben ze dus niet hier hangen in XL, maar is er wel. Dus de scan-app. Okay. Oh, oh. En dan hou je het kaartje net goed ervoor. En dan scant hij maar gelijk. Hoppakee. Ik vind deze ook heel mooi, namelijk een beetje see-through. Nou ja, en ook als je niet wil showen. Oh. Ja. Ik ben het eerste aan het passen, het blazertje. Edith gaf net nog een hele goede tip. Nou, ik begin eigenlijk altijd met hetgene waarvan je denkt, dat gaat sowieso passen. Dat motiveert je ook veel meer om die andere items op te passen. Want begin je met het misknellende, dan denk je, fuck it, ik heb geen zin meer. Toch? Ja. Dat heb ik altijd. Ja. Dus ik begin veel, ja, vaak met... Ja, dan heb je hem een keer ook, nou, die heb ik al in de pocket. Precies. Hij past, maar hij zit bij mijn armen te strak. Ja, dus... en dan moet je gewoon geen concessies willen doen. Nee. Dat is gewoon zonde, want dan draag je hem toch niet. Nee. Je hebt nu de XL aan. Ja. En ik ben bang als je de XX doet, dat die alsnog te krap is bovenaan. Het is gewoon het modeljasje. Ik deed deze top aan, die ik dus een S had gepakt. Nou, hij past gewoon zoals je ziet. Maar de lengte, ik vind hem net wat te kort. Maar kleur alles wel echt super mooi. Deze top ook meegenomen, een beetje experimenteel. En het is gek op de ruitprint. Ik ben helemaal verliefd. Alleen, ik zat dit gelijk. Ja, hoe doe je dit? Wat korter doen. Die moet je oh ja, ja, ik zie het. Wat het verschil is. Ja. Gelijk eigenlijk mooi detail laten zien. Als je dit weer doet, krijg je weer... Ja, wat ik het ook op laten zien. Dan kan je dit weer benaderen. Ja. Oh my god. Ja, hij is wel heel mooi. Stylish. Ja. Kan je ook een mooie zwarte broek doen. Of een jeans doen. Maar ook een kokkerhokje. Ja, ik ben dol op rokjes ook. Ik heb nu deze aan. Maar ja. Het heeft iets nodig. Zit hij nu? Ja. Weet je wat? Wat heeft het nodig? Een rimpje. Ah, goed zo. Een anders wordt het een heel tuttig dingetje. Maar je bent er niet weg van. Nee, ik vind het een heel tuttig ding. Ik dacht, hè, we doen wat anders en lekker... Ja, ik vind het is wel weer grappig, maar dan weer zo, weet je wel. Dan krijg je weer dat seks. Ja. Ja, maar dan is het niet, dan is het, niet het kledingstuk ervoor, nee. Ik denk op de overslag dat heel tuttig maakt. Ja, hè? En dan heb je hier dat kraagje nog. Ja, dat is too much. Too much, hè? Dat is zo grappig. Edith, die raakt altijd aan de praat. Nou, altijd, vaak. Ze is toch stiliste. Als ze iets leuk vindt, zegt ze ook, oh, zag je goed. En dan is ze nu dus weer mijn andere aan te helpen. En dat is zo leuk. Mijn awesome twin. Ja. Jij wil alles oversized. Ja. Moet ik hem dan nog in mijn broek doen? Ja, precies. Het wel gewoon, het niet aansluitend zit. Maar hoe heerlijk is dit? Dat als er een vetje is, dat niemand geen kippen ziet en jezelf denkt van nou, ja, hij is wel comfy. Ja. Dat vind ik altijd het fijne. Stel dat je een buikje hebt, heb je helemaal niet, zie je niet. Maar stel dat je denkt van nou, dan doe je dat wel langer. Ja. Dan laat je het blouse geen kippen dan zien. Dus dat is een trucje met blouse. En wat knoopjes open, dicht, dat weet ik dus even niet. Ik ben namelijk gewend om het eigenlijk heel erg dicht te doen. Ja, vind ik ook het mooiste hoor. Ja? Kan allebei. Je kan dit doen. Want je ziet het nu ook meer dat het open is en dat je dan kettingjes en zo hebt. Ja, die is gewoon echt het hier open. Dus die ook nog. Maar ik voel me af en toe een beetje een kou... Oh, verder open. Eentje mag nog weg. Maar dan voel ik me soms een beetje een cowboy of zo. En laten we dat nou ook een trend? Ja, ik voel me nu echt zo... Ja, maar dat is... Hey, dat mag ja, precies. Dat mag ook echt. Je mag zelf zeggen van nou, ik heb een hele lange rok erop. Western boots eronder. En go for it. Ik ga lekker op line dance cursus. Maar ik kan dus ook zeggen, ik doe hem lekker dicht, dan is het meer mijn ding en dan vind ik hem wel heel... Kan je zelfs een kettingje erover doen? Ja, of lekkere oorbellen of zo, dat vind ik ook wel leuk. Dan maak je het eigen, als je te veel cowboy vindt. Want ik vind het wel, ik hou wel echt van blouses, ik vind het een hele mooie print en ik vind de kleur ook top. Nou, één tip, bespaar je alles bloed, zweet en tranen en trek deze broek gewoon over die jeans en schoenen aan. Nu heeft toch een wijde pijp, dus het kan heel goed. Ik doe het altijd echt, weet je hoeveel de tijd kost en zweet om die broek. Ja, maar Edith, ik kan het toch helemaal niet zitten of niet? Jawel, doe maar. Ga maar. Je kan ook even zitten, hè. Ik doe dit altijd. En als het dan past, dan weet je, nou, de maat is goed. Nou, het past dus. Nou, mega stretch. Nou, en dan weet je, ja, trucje, hè. En dan hoef je niet alles uit te doen. En hoe gaaf is het? Ja, en een vette, grote, super vette gave broek. Maar je ziet het, nu heb je die aan en dan zonder die jeans zit hij nog mooier. Ja. En zelfs tof met die print. Ja. Print. Ja. Hoppakee.
De Monkey staat in de stijgers, maar we willen toch even naar binnen. We zijn de vorige keer natuurlijk ook al geweest, maar ja, Edith zei toen ook al, Monkey is echt gewoon style has no size. Dus we willen toch heel even kijken. Ja, heel leuk. Ook leuk. Heel leuk, maar heel gevaarlijk model, vind ik dit. Ja, oh, natuurlijk zo boxy. Boxing en kort. Ja. Dit is nog even een ondergoedtip. Ja, die vallen dus mega groot. De broekjes van Monkey. Kijk, nu heb ik een L. Ik kijk er normaal nooit naar. Kijk, ik heb een tip van iemand. Kijk dan. Oh ja. Nah. Leuk ook, zeg. Ja, en ze hebben heel veel kitty printjes. Ja, leuk. En ook dit soort kleurtjes. Ja, zo leuk. Ik ben deze jurk aan het passen. Ja, op zich niet veel mis mee, maar nou, hij trekt hier een beetje bij de boob. En ja, gewoon niet zo mijn ding. Beetje te tuttig. Ik hou er wel heerlijk van, maar... Ja, en hij zit gewoon, zie dit ook. Ik vind hem... Hij zit net niet lekker. We gaan eerst de mango in, we zijn vorige keer niet geweest. Maar dit kan nog wel een uitdaging worden, volgens mij. Mooi. Supermooi donkergroen, ik weet niet of de camera dat pakt. Prachtig. Maar ik, ja, kijk, als ik zoiets aantrek, ik vind dat toch moeilijk. Omdat ik er gewoon zo'n propje in word. Zo groot. Ja, maar dat mag. Dat is de trend. Oké. Kijk, dit zijn kleuren die ik wil. Ja. Heerlijk. Hier een hele mooie, kijk. Ja, maar kijk, Edith. Ja, maar hier zijn de ceintuur. Ja, maar geen knopen, dat is toch gewoon net een badjas? Dat mag. Dat is toch... Ja, dus straks vriest het en het sneeuwt en dan loop jij met je badjas. Dat is gewoon zo'n tussenjas. Kijk, oversized jassen, maar ook oversized truien. Ja. Die zijn mega hot. Maar denk je wel gewoon... Oh, kijk uit. Gelijk. Hier ben je wel meteen 5 kilo zwaarder. Ja. Of aan de andere kant, who cares? Ik zweet een ei uit gewoon en dit soort dingen. Terwijl, kijk, mijn oog gaat meteen hierna. Dit is natuurlijk een ander verhaal. Als je wat langer is, als je wat aan kan. Ja. Leren legging eronder. Misschien is zijn tuur eromheen of zeg ik iets heel stoms. Zou kunnen, maar hoeft niet. Maar dat is wel een ander verhaal als het net iets te kort is. Ook wel mooi. Mooi hoor. Dit is natuurlijk ook een oversized model, maar dit is zo'n klassieke jas. Knopen, je kan hem dicht doen, hè, Vera. Geen badjas. En de ceintuur, ja, kijk. En de meeste figuren kunnen deze jas aan. De trenchcoat is niet van deze klassieke. Heb jij een peervorm? Heb jij een sandwich-shape? Ja. Ben je recht? Kun je echt allemaal die jas goed aan. Alleen als je een appeltje bent, dan okay. 100, ja. Dan is het minder mooi. Wat zou je dan zeggen? Dan zijn die rechtsmodellen. Ja, rechtsmodellen. Dus deze kan echt voor heel veel figuren. Ja, maar dit is een zomerjurk, hè? We zijn hier voor het najaar. Ja, je kan natuurlijk heel goed opspuizen met een lekker vest. Hou ik ook zo van. Not. Hey, wat vind je hiervan? Oh, dat is echt ook weer grappig. Ja, geweldig. Wat is dit? Ja, dit gaat nooit gebeuren. Of je koopt gewoon 2 maatjes 34 en maakt... Nice! Nou, kijk, het jasje. Hoe gaaf. Zo gaaf. Ik heb gewoon weer een fashion orgasme. Hoe mooi. Ik wil hem ook. Nou, hé, dit wordt vechten. Kijk, en dan ben ik nog wel zo mooi. Dat je dan niet dicht kan bij mij. Looking good, woman. Nou, dit was het einde van onze samenwerking. Nee, joh. Ik denk dat dit nu al de topscore van de dag is. Oh my god. Maar ik ben ook zo, kom maar, het is van mij. Ik ga daar gewoon mee van doen. We zijn de Pool & Bear, maar ik vind het wel een moeilijke winkel hoor. Ik ga dat niet. Wat had jij hier laatst gekocht? Had hij toch iets gekocht? Of was het bij de mannenafdeling? Ja, bij de mannenafdeling was gewoon een t-shirtje. Je moet het gewoon binnenlopen en soms kan je dus één pareltje vinden. Ja. Maar kijk, en dat moet je. Ik zeg altijd, loop gewoon even binnen. Even kijken. Ja. Het is wel verloren tijd natuurlijk. Dus kom maar. Ja, 5 minuutjes. Ja, mooi. Pretty. Het broertje van de jaren. Ja. Dan gaan we even kijken. Ik ga even scannen, dat kan ook bij de H&M app. Het is trouwens allemaal niet gesponsord hoor. Kijk. En dan kun je hem ook in meer maten. Hier is een grootste maat 42. Ja. En online 46. En er zijn zelfs items, hè, die gaan tot een maat 50. Dus ik wil niet altijd zeggen dat het ook als een 50 valt. Deze zie ik nu al dat die wel valt. Ja. Dus het is een oversized model. Prachtig. Jammer dat ze alleen een rokje doen. Ja, zo'n super kort rokje. Dat is echt een riem, hè? Ik vind deze blouse ook echt super mooi.
Dit is een gevalletje aardappelenzak. Ja, hè? Nou, dat is op precies wat ik ook dacht. Te veel plooien, ja, hè? Te veel volume. En ik vind de kleur ook niet helemaal. Nee, terwijl ik juist dacht, ja, ik ook. Van dit is een mooie kleur. Een verkeertje, maar. Ja, misschien is het net de verkeerde, koffie verkeerd. Ja, oh ja, kijk. Ja. Ja. Ja, heel mooi hoor, als je dat houdt. Het is een beetje off-shoulder. Ja, niet zij? Ja, oh ja, zoals zij hem hier aan heeft. Ja, ja, dat moet ik ook wel toegeven. Zo ook met die broek. Ja, dit is eigenlijk wel iets wat ik aan zou kunnen doen. Edith, jeetje, wij gaan even lunchen zeg. Hallo. Dit is compensatie. Hier. We zijn bijna de hindernisbaan over. Voor de Max Mara. Max Mara heeft dus echt super mooie jassen. Maar ach, deze jas. En die is van een jongere lijn. Dat is nog niet goedkoop, maar wel heel mooi. Ja. Laat die mouwen eens zien dan. Super cool. Oh my god. Hij zit ook echt wat vergroot hoor. Mooi. Marina Rinaldi heeft een SD Graham collectie. Het plus size model. 42. Het is echt geweldig. Hier. Oh, dit is 23. En dit is 44. Ja. Groot moet ik zeggen. Nee, daarom. Nee. Voor ja. Best wel klein. I love it. We zijn in de Primark, die kan niet ontbreken. Deze trui vinden we allebei heel leuk. Alleen hij voelt een beetje. Ja, je ziet het ook misschien wel een beetje in het licht. Dat is plastic. Een glaswol. Van binnen is het niet, maar. Van binnen is het wel mooi. Oh, leuk. Heel leuk. Hoe is het gestopt dan? Oh, dat is een. Ah, het is een jurk. Ik zie wel. Oeh, super vet. Heel cool. Het pak dat Edith ook aan heeft. Ik krijg altijd heel veel vragen over mijn Friends t-shirt. Die ik de vorige Edith shoplog video ook aan had. Primark heeft een trui nu. Dus mocht je het leuk vinden, ik krijg zoveel vragen over. Check Primark even. Ik heb deze rok aan, maar ik weet niet of de bedoeling is dat de spits zo open staat. Oh, dat maakt het ook heel nuttig, joh. Zie? Ik ben hier geen fan van. Ik vind de stof ook te dun. Ik vind hem niet fijn. Alsof mijn been eruit wil. Het is dus hetzelfde. Ja. Maar die is misschien wel anders omdat er een strip in heeft. Ik ga hem gewoon passen wel hoor. Ik heb de rok met streep in de maat groter. Dat zit beter. Maar ik vind wel het stripje leuk hoor. Maar ik weet niet. Ik voel me wel heel erg zo. Leuk, maar als je dan een kwart sluit raakt. Ja. Inderdaad. Kijk. Dit is echt gewoon. Dit is gewoon een. Hier is mijn vagina. Dit is gewoon een cognac kleurige camel. Ja, een camel. Een cognac-kleurige camel. Dat komt elke video weer terug. Even terugkeert het thema, de camel. Hey, maar serieus, maar het drukt zo erg in mijn. Ik zou het echt niet een lelijk pak zeg. Lelijk pak. Ik heb het pak aan wat Edith ook heeft. Met een net iets andere broek. Dus zonder dat riempje onder andere. Net voor mijn figuur beter ook. Leuk. We zijn helemaal de kluts kwijt qua modellen en maten hier. Lichte wassing, jeans. Heerlijk. Ik hou ervan. Het enige waar ik me dus zorgen om maak straks met de kou. Die blote enkels. Ik heb hele gave boots gekocht. Ja. Als jij nu gaat letten op schoenen, hè, keuze. Yeah. Op enkelaarsjes, heb je dit probleem afgerust. Je hebt toch ook die hele coole Stella's, toch? Oh, de Chloe's bedoel je? Ja, met ontworpen door Stella McCartney, ja. Klopt. Die. Zand en zwart. Ja, die kunnen wij. Ja? Leuk. Ik heb gelijk zoveel zin om me leuk aan te kleden. Zo fijn. Ik weet niet meer hoe je kledingkast. Ja, lekker broekje. Heel fijn. Maar ik heb nu echt. Boeit niet welke maat het is, weet je wel? Nee, tuurlijk niet. Nee, want ik heb deze dus inderdaad in 2 keer een 46. Die heb ik vandaag letterlijk aan en nu heb ik hem aan in een 48. Ja. Dan ga ik deze nog passen. Ik hoop heel erg dat die past, want ik wil heel heel lang een broek. Camouflage printbroek, vind ik zo leuk. Moet nog wel even een riempje in. Maar van je bovenbeen en heup heb ik nog nodig. Ja, ik kan echt niet een maat kleiner, nee. Ik heb een goede buiten te wachten op de trein. Terug naar huis. Super duper goed geslaagd. Zo zo leuk. Ik ben weer thuis en wederom een hele geslaagde dag shoppen met Edith. Ga ook zeker haar YouTube kanaal checken. Ze uploadt nu elke week onwijs leuke video's. Ook shoplogs. Maar ook een soort meer vlogachtige shopvlogs. En
trendvideo's, want ze is ook bezig met trends. Daar was ik me eigenlijk nooit heel erg bewust van. Ik wil gewoon wat ik leuk vind. En dat is nog steeds prima natuurlijk. Maar nu zie ik inderdaad heel duidelijk de trends waar ze het over had. De dierenprint, de ruit, de jaren 70, dat soort dingen. Je kan Edith's kanaal vinden via het i'tje rechtsboven in beeld. Maar ook in de beschrijving zal ik haar kanaal nog een keer zetten. Kun je even een kijkje gaan nemen. Zeker doen. Ze maakt echt hele leuke video's. Ze is natuurlijk stylist, dus ze heeft gewoon zoveel kennis al. Van zoveel jaren ook. Er komt dus nog een shoplogs waarin we ook setjes gaan maken. Kleding gaan combineren. Edith heeft zoveel goede tips. En ik heb wel dingetjes gekocht. Zoals bijvoorbeeld de broek met camouflageprint. Waarvan ik toch wel denk. Oeh, hoe ga ik dit combineren zonder dat ik weer automatisch naar zwart grijp? Die video gaan we nog doen. En dan gaan we nog wat meer de diepte in ook. Dus mocht je nog vragen hebben. Stel ze ook vooral wellicht dat we het kunnen meenemen. Ik blijf het gewoon geweldig vinden om met Edith de winkels in te gaan. En te kijken hoe zij naar kleding kijkt. En we hebben nu ook weer in alle maten wat gekocht. Van klein tot groot. Soms viel het klein uit, soms viel het groot uit. Dat maakt ook niet uit. En weet je, als je in betweenie bent en dus eigenlijk overal een beetje tussenin valt. Gewoon een beetje van alles pakken en gewoon kijken. En naar de vorm kijken en naar de stof kijken. En naar hoe het valt kijken en niet per se naar de maat kijken. Ja, ik ben gewoon weer geïnspireerd en ik heb er super veel zin om leuke kleding aan te trekken. Leuke setjes te maken, et cetera. En dat was dit de video. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Mwah. Doeg!